Door de inzet van Paul GroenLinks is Leeuwarden nu koplopergemeente op het gebied van duurzaamheid en cultuur. Dat Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa is, is natuurlijk een ongelofelijke boppenslag voor de stad, de dorpen en de regio. Wat Paul GroenLinks betreft is cultuur dé manier om deze regio nog sneller te verduurzamen. Daarnaast is cultuur natuurlijk een geweldige manier voor de inwoners van de nieuwe gemeente Leeuwarden om op een bijzondere manier met elkaar kennis te maken. Zo organiseert Kunstkade in het nieuwe seizoen niet alleen de cultuur, kunsteducatie en het muziekonderwijs op de Leeuwardenscholen, maar ook op alle scholen in Boonsterhim. Door onze inspanningen om woningen en bedrijven duurzamer te maken, door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen, warmtepompen of te isoleren, hebben we heel veel werkgelegenheid gecreëerd, krijgen mensen een veel lagere energierekening en het is goed voor het milieu.